Hier langs de duinrand tussen het eerste en het tweede slag in Rokanje willen BNW van Westvoorne de bouw toestaan van strandhuisjes. De verschillende plannen gaan uit van tussen de 25 en bijna 80 gebouwtjes. De grond waar de huisjes op moeten verrijzen was ooit van de familie van Hoei Smit. 55 jaar geleden is die grond verkocht aan de gemeente, maar wel onder bijzondere bepalingen, zogeheten servituten. En de partij Westvoorne denkt nu dat de gemeente die servituten moet afkopen om de bouw van de strandhuisjes mogelijk te maken. En de opbrengst van die deal zou terechtkomen bij de kleindochter van de familie van Hoei Smit. En dat is weer de vriendin van verantwoordelijk wethouder Klok. Nu dus blijkt dat er, ja, je kan niet anders zeggen, dan sprake is van belangenverstrengeling, dan heeft hij echt een politiek probleem, want dat is niet geoorloofd. Niet voor niets staat er in de wet dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden. En hier is gewoon belangenverstrengeling. Hij had sowieso eigenlijk deze zaak niet moeten hebben. Nee, sowieso niet. Nu blijkt dat die servituten er zijn, had hij nooit de verantwoordelijk wethouder mogen zijn. Dat had hij van het begin af aan, had hij zich ook binnen het college van stemming over dit onderwerp moeten onthouden. En nu dat niet zo is, ja, zijn er, A, vinden we, zeggen wij gewoon, ja, en dat is zo in de wet, dat zit niet omdat wij dat zeggen, maar belangenverstrengeling is een politieke doodzonde, dat kan niet. En daarnaast zou je dan moeten zeggen, moet het besluit niet teruggedraaid worden. Dus wij zullen daar inderdaad aan de burgemeester verzoeken, dat moet hij dan bij de minister gaan vragen, moet hij dit besluit voordragen voor vernietiging. En dat is dan het besluit van BNW om de strandhuisjes te bouwen. Maar volgens wethouder Klok weet Emma van Blom niet waar ze het over heeft. Bij de grondverkoop een halve eeuw geleden is het beheer over de grond en de servituten overgedragen aan Natuurmonumenten. En zijn alle financiële zaken met de familie van Hoei Smit toen al afgewikkeld. Klok ziet de aantijgingen van de oppositie dan ook als een laatste wanhopige poging om de komst van de in Rokanje zeer omstreden strandhuisjes alsnog tegen te houden. Kennelijk meent Westvoorne ongefundeerd ver te kunnen gaan. Willens en wetens een valse stand van zaken of een valse voorlichting te geven aan de burgers. Waar ze dan een mond vol van hebben van oké, wij willen de burgers graag overal bij betrekken. Maar als je al begint om ze verkeerd te informeren, en dat is niet de eerste keer op dit dossier, dan vind ik dat je heel verkeerd bezig bent. En als je dan ook in de persoonlijke sfeer nog naar smaad toe gaat, ja, dat vind ik verderfelijke politieke technieken. Emma van Blom blijft erbij dat Klok in elk geval had moeten melden dat zijn vriendin nog altijd betrokken is bij het stuk strand. Dinsdag vergadert de gemeenteraad van Westvoorne, maar de strandhuisjes staan dan nog niet op de agenda.